Olympisch Spelen in Londen. Tijdens de internationale dressuurwedstrijd op het CHIO in Rotterdam kwamen 4 Nederlanders aan de start. Hans-Peter Minderhout haalde met Glocks Tango een 8e plaats. Hans-Peter Minderhout, vandaag net de kuur gereden hier op het CHIO in Rotterdam. Hoe ging het? Niet zo goed. Ik miste eigenlijk heel de proef wat impuls en hij trok er eigenlijk net niet genoeg aan. En toen kreeg ik een dure fout in de eners. Het eerste stuk dat liep eigenlijk nog wel aardig, maar ik was er niet heel blij mee. Ja, het is toch een spannend weekend, want hier moet je het laten zien. Hè? Hoe is het gevoel over de Olympische Spelen bijvoorbeeld? Ja, vandaag was het niet goed genoeg. Ankie van Gunsven trad aan met haar vertrouwde Sally Nero en eindigde als tweede. Ankie van Gunsven, een staande ovatie. Ja, het was echt geweldig. Oh, het publiek echt zo enthousiast en ik krijg wel heel veel waardering hier. Dat is echt wel, echt... Het lijkt erop dat iedereen eigenlijk graag wil dat jij met Sally Nero naar de Olympische Spelen gaat. Ja, oké, dan moet je wel meer punten rijden als hier. Dat was natuurlijk, kwam punten niet goed genoeg, maar het voelde super warm, dus dat is echt wel heel super. Verwacht je nog te gaan? Morgen weet ik meer. Dankjewel. Daarna was het de beurt aan Imke Schellekens-Bartels, die met Hunter Douglas Toets een knappe 3e plaats haalde. Edward Gal haalde met Glucks Undercover een 4e plaats. Edward Gal, de kuur op muziek in Rotterdam bij het CHIO. Hoe ging het? Ja, een beetje spanning, maar hij is nog zo onervaren. En dit is ook voor het eerst voor hem dat hij in met deze ambiance, met dit licht en zo rijdt. Dus het was allemaal nog best wel veel voor hem. Het is sowieso spannend, hè? Want de equipe voor de Olympische Spelen moet nog bekend worden gemaakt. Ook spannend voor jou, wat verwacht je ervan? Ja, hij heeft de observatiewedstrijd natuurlijk wel heel goed gelopen. Hij is natuurlijk Nederlands kampioen, het was een observatiewedstrijd. En hier de landenwedstrijd was ook een observatiewedstrijd. Dus wat dat betreft ben ik wel, zie ik het wel heel met goede moed in. Maar goed, het moet allemaal nog bekendgemaakt worden, dus we zullen het zien. Let's go, let's go, let's go.